Hi, het is de laatste dag van de introweek. Hopelijk heb je een hele leuke introweek gehad. En ben je klaar om aan je nieuwe studie te beginnen? Wij hebben aan de docenten gevraagd of zij nog studententips hebben. Wat voor tips hebben jullie voor de eerstejaarsstudenten? Oh, dat is echt zo'n open vraag gewoon. Ja, goed. Tips voor eerstejaarsstudenten. Goed voorbereiden. Ja, ja. Ik denk dat je misschien al wel iets van, misschien heb je wel al instructies gekregen om goed voorbereid te komen. Zoals koop een laptop, meld je aan in Teams. Mm-hmm. Doe dat gewoon. Zorg dat je je pasje bij je hebt, dat soort dingen. Dat je inschrijving op orde is. Ja. Gewoon doekoes betalen, je weet. Ja, nou, mijn belangrijkste tip is eigenlijk altijd dat je doet wat je leuk vindt. En ik hoop dat je al gekozen hebt voor de beste opleiding. Als je dat niet hebt gedaan, dan moet je nog even goed nadenken. Ja, voor mij was het echt een eye-opener toen ik studeerde. Dat als je dat maar doet, dat wat je leuk vindt, dat je dan later ook werk krijgt wat je leuk vindt. Koop je boeken tweedehands? Oh, mooie. Ja. Mooie. Ja. En studieverenigingen. Kijk daarnaar, toch? Studievereniging. Dat ik dit moet zeggen. Ja, inderdaad. Studievereniging. Maar ook studentenvereniging. Dat zijn twee verschillende dingen. Oh, oké. Okay. Ja? Mijn tip voor eerstejaars studenten is vooral genieten, denk ik. Want het is corona geweest. Iedereen zat thuis, online. Het was eigenlijk geen moer aan. Dus ga vooral genieten van het feit dat je student bent. Dat zou ik vooral willen aanraden. En hoe moet je dat dan doen? Nou, lekker met elkaar aan de bak, aan het werk, studeren. Maar ook lekker een borrel gaan doen met z'n allen. In Vest of ergens anders. Op het terras zitten. Feestjes pakken. Ja. Mijn tip voor eerstejaars studenten is sowieso er altijd zijn. Elke bijeenkomst, ook al denk je in het rooster, moet ik hier zijn, altijd komen. Daarnaast veel plezier hebben. Volgens mij moet je ook meteen al met mensen gaan praten, contact maken. En als er iets is, moet je ook vroeg aan de bel trekken. Laat het ook allemaal een beetje over je heen komen. Dus zorg dat je, zorg niet dat je na dag 1 denkt, of is het heel erg wat ik nu ga zeggen. Nee, maar ze heeft gelijk, laat het gebeuren. Ja, ja. Dus dan met een soort van open blik erin. En je hoeft het niet allemaal in één keer te snappen. Nee. Deed ik ook niet toen ik hier net kwam als docent. Nee, ik ook niet. Ook niet aan mijn studie trouwens. En dat gaat wel gebeuren. Dus neem de tijd. Heb vertrouwen in jezelf en in je docenten. Oh ja, ja. Toch? Vertrouwen. Ja. Ja. Voor eerstejaars studenten is mijn tip. Ga enorm genieten van de beperkte vrijheden die we weer kunnen hebben. Ga vooral op zoek naar datgene wat je zelf leuk vindt. Volg je interesse. Let goed op elkaar wat betreft afstand houden en persoonlijke hygiëne. Maar maak er ontzettend veel succes van. En heel veel plezier met jouw eerste studiejaar. Hopelijk heb je veel aan deze tips. Ik wens je heel veel plezier en succes bij je studie.